give me love you long time. All my girls get down on the floor. Hey allemaal, vandaag heb ik de tweede Dit Moet Je Zien voor jullie. En ik heb vandaag weer hele leuke films die ik met jullie ga bespreken. Aan de hand van 5 punten ga ik 0 tot 5 sterren uitdelen aan de films. Laten we maar zo beginnen, want anders ga ik weer heel lang lullen. En dat duurt heel lang. Op mijn lijstje staat 5 Feet Apart, Longshot, X-Men en Men in Black. En ik ga beginnen met 5 Feet Apart. 5 Feet Apart is met Hailey Lulu. Volgens mij was dat haar in ieder geval. Dit is Hailey Lulu en ze speelt tegen Cole Sprouse. Daarbij is de regie door Jason Baldoni en hij is een van de hoofdrolspelers van Jane the Virgin. Dus ik vond het heel tof om iets te kijken wat hij heeft geregisseerd. Dat terzijde, de film gaat over 2 tieners die allebei dezelfde ziekte hebben. De ziekte van fibrosis. Nou is een film rondom een ziekte een beetje een cliché. Als je hierheen gaat en als je de trailer ziet, dan denk je al van, oh, de Fault in Our Stars, daar gaan we weer. Fibrosis patiënten mogen niet dichter bij elkaar komen dan 6 feet. Want dan zouden ze elkaars bacteriën kunnen overnemen en ziek kunnen worden en dan gaan ze dood. Dat wil je natuurlijk niet. Maar in dit onmogelijke romantische verhaal worden 2 fibrosis patiënten natuurlijk verliefd op elkaar. Er is ook nog een andere jongen van Hannah Montana die ook fibrosis heeft en ook de best friend van Hailey speelt. Oké, laat ik maar beginnen bij het verhaal. Ik heb het verhaal een 0,5 gegeven. Dat komt omdat ik het, je verwacht een soort basis. En die was er. Die vond ik tof, die vond ik leuk en het was gewoon prima. Maar op een of andere manier werd ik gefrustreerd en geïrriteerd door de hoofdrolspelers. En het leidde tot een bepaald punt en je gaat richting het einde. En het verhaal werd gewoon, zeg maar... En de cast, nou ja, de cast vond ik heel erg leuk. Cole Sprouse. Hij leverde wel een beetje een soort van de verwachte rol van Cole Sprouse, zeg maar. Een beetje de gloomy bad boy die eigenlijk heel erg veel gevoelens heeft, maar toch boos is, weet je wel. Een beetje dat. En die Hailey Lulu, vond ik gewoon heel leuk. Zij heeft een hele aanstekelijke lach. Maar ze was ook op sommige punten juist natuurlijk heel serieus in de film. En dat vond ik heel erg tof. Dus cast heeft voor mij 1 punt gekregen, want dat vond ik gewoon tof gecast. Vorige keer had ik als derde puntje muziek. En nu ga ik per film gewoon een factor uitkiezen die het meest past bij die film. Nu verwacht ik bij zo'n film altijd heel erg gehuil. Dus mijn derde punt is de yank factor. Yank factor heeft voor mij een 0,5 omdat ik persoonlijk niet heb kunnen huilen. De film frustreerde me op een punt zo erg dat ik zeg maar niet meer emotioneel gebonden voelde aan de personages. Dat ik echt van oké, je moet soort van rooten voor de personage. En dat is natuurlijk mijn persoonlijke mening. Want misschien als jij de film kijkt denk je, oh my god, dat was zo sad. Ik moest echt janken. Voor mij was dat niet zo. En daardoor heb ik niet gehuild. Vond ik jammer. Want ik dacht echt, laten we lekker gaan janken vandaag. Ik ga naar deze film om geraakt te worden en lekker te gaan huilen. En dat gebeurde niet. Maar voor iemand anders wellicht wel een jankfilm is. Wegkijkfactor had ik eigenlijk een 1. Maar ik denk dat ik het naar beneden haal naar een 0,5. Omdat ik het zat mooi in elkaar. En het was leuk. Het was vermakelijk. Maar er was iets aan de film waardoor ik het dus langzamer vond gaan. En wat ik al zei, het einde frustreerde me enorm. Of tenminste de weg naar het einde. Dus dat vond ik al irritant om te kijken eigenlijk. Dus ik denk dat mijn wegkijkfactor uiteindelijk een 0,5 is. En dan met de laatste zou ik hem opnieuw gaan kijken. Ook een 0,5. Want ik denk dat ik hem vast nog wel een keertje zou willen kijken. Maar het is niet een film die ik op mijn favoriete lijstje zet. Dus de film komt uiteindelijk uit op 3 sterren van de 5. Dat is nog best wel redelijk oké, want het was ook gewoon een decent film. Dus dat over 5 Feet Apart. Ga ik verder met X-Men, The Dark Phoenix. Nu heb ik altijd een beetje gemengde gevoelens met X-Men. Ik bedoel, ik vind dit soort type films wel heel vet, maar ik vind vooral gewoon de Avengers wereld heel tof. En met X-Men weet ik het nooit zo goed. Ik heb heel veel van die films wel gezien. Wolverine is mijn favoriet. Logan vond ik heel vet, maar daar blijft het vaak ook wel bij. Maar ik dacht, laat ik gewoon even deze film ook weer kijken, want ik ben wel benieuwd. Dark Phoenix gaat eigenlijk weer over een tijd terug. Deze film gaat dus over de jonge Jean Grey. En zij was Famke Janssen in de vorige films, zeg maar. Ik weet niet, 2000, I don't know. En haar personage, het is een beetje hoe zij is ontstaan en opgegroeid. Ik vond het beginscène van de film heel tof. Even heel kort waar het over gaat. Ze gaan naar space om iemand te redden. Jean Grey wordt soort van ergens in de situatie gezet. Waardoor ze een hele krachtige bron opzuigt in haar lichaam. En daardoor de Dark Phoenix wordt. En zoveel krachter is dan dat ze al was. Dat ze soort van geen woedebeheersing meer heeft. En als ze getriggerd wordt, dan gaan al die krachten los. En dan gaat er iemand dood, bij wijze van. De X-Men mannen gaan achter haar aan om haar of te redden of te stoppen. Op een of ander punt is het soms een beetje onduidelijk wat ze nou precies willen doen.
verhaal vond ik namelijk best wel basic. Ik geef het ook een 0,5 voor het verhaal, want het was gewoon wel... Ik weet niet, het was er natuurlijk. Het was oké. Er zat niet veel diepgang in en ik merk dat de laatste tijd dat ik dat wel belangrijk vind in een film. Het was niet heel duidelijk. Het verhaal had niet heel duidelijk structuur en het ging maar een paar plekken heen. En nou ja, als kijker denk je dan oké, het zal wel. De cast vond ik ook een 0,5. Op een of andere manier met X-Men heb ik altijd het gevoel dat het een soort van verkeerd gecast is ofzo. Ik bedoel, Jennifer Lawrence in haar rol is... Het is tof dat ze in die film zit, maar ik vond het altijd niet kloppen. Het connect niet. Sophie Turner vond ik trouwens wel heel tof, maar dat is ook wel een beetje biased. Want ik vond het gewoon leuk om haar in een hoofdrol te zien in plaats van Game of Thrones. Voor de derde factor heb ik animatie en dat geef ik een hele punt. Dat zag er gewoon heel tof uit. Weet je, de X-Men mannen hebben natuurlijk allemaal krachten. En dat vind ik altijd wel het tofste aan X-Men. Want de ene kon, weet je wel, ijs blazen. En de ander kan vliegen. En de ander kan, wordt een beest. Dat vond ik altijd wel heel tof aan X-Men. Maar dat is altijd los van het verhaal. En de animatie van, zeg maar, haar krachten en in haar gezicht zie je een soort van vuuradertjes. Ik weet niet hoe je het goed uit kan leggen. Maar dus daar wel een hele punt voor. Wegkijkfactor was ook een 0,5 voor mij. Want het zat wel goed in elkaar. Maar qua animatie zou het een 1 zijn, zeg maar, qua wegkijken ook. Maar qua verhaal dus dan weer niet. Maar ik merkte ook wel dat ik het best wel een lange film vond. Omdat het op een gegeven moment me iets minder ging interesseren, zeg maar. En dan als laatste zou ik hem nog een keer kijken. Ik weet niet zeker of ik hem nog een keer zou kijken. Waarschijnlijk heb ik een punt op mijn leven dat ik nog een keer bedenk van... Nou, laat ik de X-Men series even weer helemaal kijken. Dan heb ik dat gehad. En dan kijk je natuurlijk deze ook erbij. Maar ik zou hem niet zo gaan kijken omdat ik denk van... Oh, deze vond ik zo leuk. Ik wil het nog een keer zien. Dus bij deze komt het dan ook uit op 3 punten. Wat ik al zei bij Five Feet Apart. Dat is gewoon een decent film wel. Maar ik was er niet enthousiast van. En dat vind ik altijd heel belangrijk. Ga ik verder naar de ene laatste film. En dat was Longshot. Longshot vond ik heel tof. Ik had de première voor gedaan. Ik was met Lotta. En vrijwel iedereen in de zaal moest de hele tijd heel erg hard op lachen. En dat vind ik ook altijd heel leuk. Als je met een zaal gezamenlijk kan genieten van een film. Het verhaal van de film is een beetje vaag. Zodra je in de film zit, is dat niet heel erg. Want dan komt het geleidelijk, wordt het duidelijk voor je. Maar als je de trailer kijkt, dan blijft het alsnog een beetje van... Hè, waar gaat het nou over? Het gaat in ieder geval over Seth Rogen en Charlize Theron. Seth Rogen, daar was Charlize vroeger de nanny van. En nu is zij super succesvol en gaat ze voor presidentschap in Amerika. En Seth Rogen is eigenlijk een soort van problematisch... journalist dat net ontslagen is. En dan komen ze ergens op een situatie dat ze elkaar weer tegenkomen na al die jaren. En dan vraagt Charlize of Seth Rogen voor haar schrijver wilt worden. En dus voor haar wilt werken. Want hij kent haar beter en goed van vroeger, dit en dat. Verhaal geef ik 1 punt. Want het was, zeg maar, niet zo van het super per se diepgaand. Zoals ik bij sommige films hoop en verwacht. Maar het was wel voor een comedy weer een ander type verhaal. En dat vind ik dan heel leuk. En ik vond dit net even wat anders. Nou ja, de hoofdrolspelers. Ze zijn een heel leuk duo met elkaar. Een hele leuke combinatie. Niet eentje die je per se verwacht, zeg maar. Seth Rogen is natuurlijk heel erg grappig en komisch. En Charlize is wat serieuzer vaak. Dan zie je een hele andere kant van haar ook in deze film. Dus dat vind ik heel leuk. Voor mijn derde puntje heb ik lachfactor. Want bij een comedy is het natuurlijk belangrijk dat je kan lachen om de film. Wat heel erg, denk ik, 360 is bij deze film. Je moet Seth Rogen leuk vinden. Je moet zijn humor grappig vinden. Wil je deze film ook grappig vinden? Als je, zeg maar, hem niet super grappig vindt, kan je de film ook nog grappig vinden. Maar als je zijn humor super grappig vindt, dan wordt de film alleen maar grappiger. Als jij al van tevoren denkt, oh, Seth Rogen, ugh. Dan weet je al dat deze film, zeg maar, niet per se de perfecte match is voor jou. Want het is een film met Seth Rogen. Dus er zal Seth Rogen humor in zitten. En ik kon dat heel erg waarderen. Dus ik vond het heel grappig. En heel veel mensen in die zaal konden het dus ook heel erg waarderen. Want iedereen moest hardop lachen. Dus voor humor heb ik dan op lachfactor een 1. Voor wegkijkfactor heb ik ook een 1. Want ik vond de opbouw, structuur en alles. En hoe het in elkaar zit van de film gewoon heel leuk. En als laatste zou ik hem opnieuw kijken. Ook een 1. Dus voor mij was dit een 5 out of 5. En ook iets wat ik niet per se had verwacht. Dus dat is ook leuk. Nu ga ik door naar de laatste film en dat is Men in Black International. Nu was ik hier een beetje dubieus over, want ik eigenlijk persoonlijk vond ik het best wel te vroeg na de vorige series. Men in Black met Will Smith. Hij is nog niet eens dood. Hij is nog niet eens oud, verzwelkt en 70 jaar oud. De laatste film is gewoon nog een paar jaar geleden. Dus dat vond ik een beetje moeilijk. Dat vond ik gewoon, dat ik dacht van, nou, is dit nodig? Hebben we nu alweer een nieuwe Men in Black nodig? I guess, maybe yes. Ik vond hem echt wel heel leuk. Leuker dan verwacht ook. Dit verhaal van Men in Black gaat over agents
M? Nee, L. Ik weet niet. In ieder geval Tessa Thompson, de vrouwelijke actrice in de film. En met natuurlijk Chris Hemsworth. Het verhaal gaat over Tessa Thompson, die echt best wel obsessed is met Men in Black. En heel graag en heel lang al deel daarvan wil worden. Dus ze gaat eigenlijk heel erg op zoek naar hun om te infiltreren en eigenlijk daar te gaan werken. Chris is een hele goede, fantastische Men in Black agent. En zit al langer in de game daar. Van daaruit moeten ze een alien helpen en er gebeurt wat mee en dan dit en dat. Dit is al een beetje op mijn eerste punt eigenlijk, naar het verhaal. Het verhaal is een beetje vaag. En als je het kijkt, dan begrijp je het. Maar als ik het nu terug moet vertellen, denk ik, wat zeg ik? Hoe kan ik dit? Dus ik ga het niet eens proberen. Het verhaal blijft een beetje open voor jullie. Maar dat is ook leuk, want dat haalde je ook niet uit de trailer. Dus dat is ook weer verrassend als je de film kijkt. Maar het verhaal vond ik wel heel erg basic. Minimaal basic. Er zat geen laag in. Dat was gewoon heel standaard. En op zich, met alles erbij, maakte dat het, zeg maar, de cast of animatie, dit en dat, maakte het weer goed. Maar als dat ook minder was, dan vond ik het geen leuke film. Het verhaal geef ik dus een 0,1, omdat het gewoon heel erg basic was. En dat vond ik wel een beetje jammer. Als cast heb ik 1 gedaan. Ik was natuurlijk best wel dubieus, want ik hoopte eigenlijk op een cameo van Will Smith. Didn't happen, didn't come. Maar we hadden dus wel Emma Thompson. Maar ik bedoel eigenlijk Tessa Thompson. Oh, zelfs de achternaam. Of zeg ik het verkeerd? In ieder geval, Tessa en Chris waren een heel leuk duo. Ik vond het ook wel tof om een vrouwelijke hoofdrolspeler in Men in Black te zien. Chris Hemsworth vind ik altijd wel echt heel leuk. En dit keer was hij weer zo'n typische, oh, I'm great, I'm fantastic, gozer. En het was best wel komisch. Daarbij had je de bijrollen van Liam Neeson en Emma Thompson. En die twee vind ik altijd gewoon heel tof om te zien. Emma Thompson had jammer genoeg echt wel een best wel kleine rol in de film. Haar zie je eigenlijk niet heel vaak, maar de scènes die ze had vond ik gewoon natuurlijk super leuk. Liam Neeson was de big boss van Men in Black, van de hele corporation. En hij heette High T, dus dat vond ik wel grappig. Vond ik wel leuk. Anna Nushin heeft een mini rolletje in de film. Wat wel heel grappig is. Dus goed opletten. Nou ja, het is eigenlijk niet te missen. Maar dat was wel heel grappig. Ik keek dus Men in Black weer met Lotta. En dit keer ook met Bradley. Bij de voorpremière waar ik weer stories heb gemaakt. We gingen in een IMAX zaal kijken. Nu moest ik best wel lang stories maken. En was ik wat later in de zaal. Dus wij zaten met z'n allen op rij 2. Waarbij rij 1 de eerste rij is, dus we zaten lekker dichtbij. Nou ja, als je op rij 2 zit, dan denk je al, wow, zo dichtbij, hello. En toen besefte ik me dat het dus IMAX was. En mijn stoel, die kon naar achter. Nou, ik klapte al naar achter in iemands schoot. En toen begonnen, zeg maar, een soort van de trailer animaties. En ik en Lotte zaten al van, wow, oh my god. Dus in die zin vond ik het ook heel erg heftig. En ik zat helemaal in die film. Dus dat was heel leuk. En IMAX had ik ook nog niet zo vaak meegemaakt eigenlijk. Dus dat vond ik ook wel tof. Voor die heb ik dus ook een volledig punt. En voor wegkijkfactor heb ik ook 1 hele punt. Want ik vond het gewoon echt heel leuk. Zou ik nog een keer kijken? 100%. Want ik vond het in die zin gewoon een hele vermakelijke film. Er zat humor in. Weet je, de animatie, actie. Het is eigenlijk een beetje een film met van alles en nog wat. Daar kom ik, als ik het goed heb geteld, uit op 4,5 ster. Nou, dat waren alweer alle films. Ja, ik heb van niet elke film evenveel genoten. Als je hebt kunnen horen, dan zit zeker dus Longshot op mijn nummer 1, dan Men in Black. En dan hebben X-Men en Five Feet Apart eigenlijk een gemengde gedeelde plek op de 3e plaats. Als jij een van deze films al hebt gezien, laat me dan even weten in de comments. En vertel gerust jouw eigen review met misschien de factorpunten die ik heb benoemd hier. Ik ben wel benieuwd naar wat jullie vinden en lijkt me echt heel leuk om te lezen. Dus ga lekker los reviewen in de comments. Vergeet niet te abonneren en laat me weten welke film ik misschien in de volgende review moet gaan reviewen. Doei! 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 Doei!